Goedemorgen, het is nu 8:08 en daarnet heeft Jasper ons eigenlijk het droeve nieuws gemeld. Waar we even niet goed van, het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn, het laatste, allerlaatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn, is overleden. Dat is zo verschrikkelijk nieuws dat zelfs CNN er wereldwijd een pushbericht voor rondstuurt. Ik heb bioloog Dirk Drouwlands aan de telefoon. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Sudan was de naam van die laatste noordelijke witte neushoorn. Dat was een soort symbool geworden, toch, hè? Ja, en het is, zelfs de naam is symbolisch, want die noordelijke witte neushoorn die leefden onder meer, die laatste exemplaren toch, die leefden in het noorden van Congo, land in permanente burgeroorlog, in het park Garamba. En is daar dus, die populatie is daar dus geliquideerd door stropers die onder meer uit Sudan kwamen en die van die onrust in het land gebruik maakten om heel die populatie daar te liquideren voor de verkoop van de hoorns. Ja, ik had de neushoorn al een paar keer gezien, je ziet hem alleen maar op foto's met bewakingsagenten, toch? Ja, en hij is op een gegeven moment ook, de drie laatste denk ik dat het was, die hebben ze daar uit het park, uit het Garamba park in Congo gelift en die naar Kenia, naar een privépark gebracht in de hoop van dat die daar terug zouden kunnen heropgebracht worden. Hè. Maar in zee was die soort eigenlijk al uitgestorven. Het is niet onder een paar, dat er nog een paar overbleven die dan nog op een oude dag ergens uit hun vertrouwd milieu weggehaald worden, dat een garantie is dat lukt. Dus... Die is uitgestorven nu, ja. Die twee vrouwtjes zijn er nog, hè, maar dat heeft geen zin natuurlijk om dat als een leefbare populatie te beschouwen. Hadden ze dat kweken niet wat moeten forceren eigenlijk? Als het nog twee vrouwtjes en een mannetje hadden, hadden ze dat niet wat moeten? Ja, maar ja, ze moeten mee willen, hè, die beesten. Die hebben daar een zware crisis meegemaakt door dat transport. Dat met de beste bedoelingen geweest is. Maar ik heb persoonlijk altijd gedacht dat dat toch een hopeloze operatie was. Een doodgeboren kind, om het zo niet uit te drukken. Er is ook wat discussie over onder biologen. En dat is wel belangrijk, denk ik, omdat die noordelijke witte neushoorn is eigenlijk geen aparte soort. Er is ook een zuidelijke witte neushoorn die in Zuid-Afrika leeft en die eigenlijk nog wel vrij talrijk is en ook goed beschermd wordt. En dat is een ondersoort. Die zijn ondersoorten van dezelfde soort, namelijk de witte neushoorn. Dus men zou op termijn kunnen overwegen in het op dit moment volstrekt hypothetische geval dat het ooit terug rustig wordt in Congo, om daarin bijvoorbeeld het Garamba Nationaal Park een kleine leefbare populatie van die zuidelijke witte neushoorn terug uit te zetten, om daar dan zogezegd terug de witte neushoorn te ontuitsterven, zoals men dat dan zou kunnen noemen. Dus ik denk dat een optie is die moet actief overwogen worden. Ja, mag ik nog één vraagje stellen? Wie jaagt er eigenlijk nu in godsnaam op zo het laatste mannelijke witte neushoorn mannetje? Wie houdt zich daarmee bezig dat die zo bewaakt moet worden de hele tijd? Ja, maar ja, je moet dat niet onderschatten. De zoals hier, waar dat men nog neushoorn zitten heeft, die nog een volwaardige hoorn hebben, die moeten ook bewaakt worden. Want er is, denk ik, vorig jaar of twee jaar geleden in Frankrijk nog een neushoorn doodgeschoten, nee, om zijn hoorn af te kunnen zagen. Ja, die brengen in verhouding, brengen neushoornhoornen tegenwoordig meer op dan goud. Dus dat is een geweldige incentive. Er zijn in museums binnengebroken om dat hoorns af te zagen van opgezette neushoorns. Dus dat is zo'n onwaarschijnlijke markt dat die beesten eigenlijk bij en de bescherming nodig hebben om die ook allemaal en overal te sterven of verminkt te worden. Zelfs in dierentuinen. Heel, heel, heel droef nieuws. Maar dankjewel om het ons even uit te leggen. Dirk, draag ons nog een zo goed mogelijke ochtend verder. Salutjes. Kill me.